Goedendag allemaal. Het is vandaag de 29e juni 2018. En ja, we wonen in een land waar dat zon overgoten is. Een land dat veel mensen zouden wensen dat het altijd zo was. Maar dan zijn ze geen boer. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar natuurlijk, het is, Nederland wordt geteisterd, zou je kunnen bijna zeggen, door een droogte. De maand juni is nauwelijks, er is nauwelijks geen neerslag gevallen. En vandaag is het warm en het wordt nog warmer. En we krijgen temperaturen tot boven de 30 graden. 90% of misschien wel 95% van de Nederlanders die geniet daarvan, die vinden dat prachtig. Want ja, dat is toch alles wat je wenst. Hè? Dan hoef je niet op vakantie naar een zuidelijk land. Kun je centen in je zak houden en gewoon lekker thuis in je eigen tuin jezelf wentelen in de zon. Maar dan, wij boeren, wat moeten wij daarvan vinden? Ja, wat we ervan vinden, dat wordt niet gevraagd natuurlijk. Want ja, we hebben het maar te accepteren. En dat hebben we vorige keer al verteld. Ja, kijk, wij akkerbouwers hebben natuurlijk het zwaarste te verduren van die droogte. En dat zullen we moeten uitzitten, of we nou zin hebben of niet, en maar zien hoe dat gaat aflopen. Over het algemeen is het zo, in boerenkringen wordt er altijd wel beweerd dat droge zomers over het algemeen niet de slechtste zomers zijn. Qua opbrengst wat minder misschien, maar qua prijzen en alles en nog wat en kwaliteit is dat dan over het algemeen beter dan natte zomers. Want ja, natte zomers die zijn natuurlijk helemaal funest. Het is alleen zo, met dit weer, wat nu op komst is, en ja, wat vooral het weekend hebben we gehoord, is vandaag vrijdag, maar ja, wat we nou horen, dat zou in het weekend boven de 30 graden uitstijgen, dan is het wel goed zaak, denk ik, dat degenen die met stallen zitten, met veestallen, die vol zitten met varkens en kippen, dat je van tevoren eerst goed controleert hoe het met je noodstroomvoorzieningen staat, hè. Dat je ze even test voor het geval dat er iets misgaat, zodat je gelijkertijd de zaak aan kunt sluiten en kunt zeggen, jongens, we kunnen in ieder geval de ergste problemen voorkomen. We komen het wel door, het is al meer gebeurd, maar het is wel uitzonderlijk. En of je daar nou toe moet schrijven aan wat ze dan noemen de opwarming van de aarde, ach, daar geloven we niet in. We denken gewoon, het is een gril van de natuur die ons deze zomer volop warmte bezorgt, maar misschien volgend jaar weer een hele koude juni maand brengt. En dan, wat zeggen we dan? Maar goed, er is in Nederland van alles en nog wat te doen. En wat ons bijzonder opviel, dat was de commotie die is ontstaan over de opvang van de zwanen. Die waren besmeurd met ja, stookolie van een schip dat ergens tegenaan voer en een hoop olie lekte. Een hele hoop zwanen waren daar van de dupe. Die zaten vol met olie en smeer en daar werd uitgebreid op ingegaan. Op televisie en op radio en in kranten enzovoort. En dan zie je hoe de mens in elkaar steekt. Hè? Wij Nederlanders hebben wij toch een goed hart. Want wat deden we? We sprongen massaal in de bres voor die zwanen. En die zwanen probeerden we te vangen. En dat ging allemaal gepaard natuurlijk onder ontzettend veel stress. Want je kunt begrijpen, probeer jij maar eens een zwaan te pakken die zo in dat water rondzwemt en zich de koningin van het water voelt. Want zo zien ze er ook uit natuurlijk. Als ze zo zwemmen en zo opstijgen, dat is prachtig. En dan gaan die mensen die vangen. En die worden dan allemaal in een opvangcentrum gebracht. We hebben het allemaal kunnen zien. En dan zijn er ja, natuurlijk van die lieden die helemaal begaan zijn met het lot van die arme zwanen. Die zeggen, we moeten ze wassen, we moeten ze schoonmaken. We moeten ze weer terugbrengen in de staat zoals ze waren. Voordat ze werden besmeurd met olie. Ja, iedereen kan daar natuurlijk zijn eigen mening over hebben. Maar die van ons is toch vrij duidelijk, denk ik. Want wat zijn we nou aan het doen? We gaan die zwanen in een gigantische stress brengen. Want dat kan niet anders natuurlijk. We hebben begrepen, ze worden gewassen met warm water. En dan worden ze nog gespoeld en gefeund en weet ik wat, van alles en nog wat. Die zwanen die gaan bijna dood van de stress. Wat moeten die niet doorstaan? Omdat ze misschien van al die olie vrijkomen. Kijk, wij zouden zeggen, mensen, gebruik je gezonde verstand en doe dat die zwanen niet aan. Wij gaan puur uit van het lot van die zwanen. Niet om ze in leven te houden, puur zang, want dat zou het doel zijn. Nee, geef die zwanen dan toch maar de zwanenzang, zouden we zeggen. En zorg ervoor dat ze snel een pijnloze dood kunnen ondergaan, zodat ze hele stress gebeuren
van dat wassen en dat gedoe niet hoeven te ondergaan. Maar goed, het zal wel zo zijn dat velen mij daarover zullen veroordelen en zeggen, man, wees niet zo hard. Maar we zijn niet hard, we hebben het te doen met de zwanen en niks anders. Ja, dat is, je zou zeggen, dat is pas humaan. En dan stap je over het sentiment 1, want kijk eens aan, tegelijkertijd, die mensen die zwanen aan het redden zijn, die zullen waarschijnlijk niet allemaal vegetarisch zijn en zullen dus misschien wel een paar keer per week een stukje vlees op hun bord hebben. En die staan er dan waarschijnlijk niet bij stil, dat er iedere dag dat zij met zwanen bezig zijn, in onze slachthuizen, duizenden varkens en kippen en koeien worden geslacht, waar het bloed stroomt en waar van alles en nog wat gebeurt. En ja, waar dus het leven niet meer telt, want daar zijn ze niet voor op de wereld gezet. Ze zijn alleen op de wereld gezet, die varkens, die koeien en die kippen, om door ons te worden opgegeten en door ons te worden gedood. Op een snelle en humane en efficiënte manier, zou je zeggen. Maar daar komt het alweer. Er zijn natuurlijk gegevens naar buiten gekomen, beelden ook vooral, want die spreken natuurlijk ontzettend aan. Dat is tegenwoordig met het gemak van de wereld is dat gebeurd. Er is waarschijnlijk weer ergens in een slachthuis. Zijn er geheime, stiekeme, illegale opnamen gemaakt? Op zich is dat natuurlijk verwerpelijk, maar van de andere kant brengt het ook dingen naar voren waarvan je zegt, ja, dat is maar goed dat wij dat zien. En wat vooral de mensen schokte, dat was het feit dat een halflevend varken in een bad heet water werd gedompeld. En ja, we hebben het niet gezien. We willen het ook helemaal niet zien. Maar ja, als zoiets gebeurt, dan moet je nagaan wat dat betekent voor het imago van de sector. En nu pleiten er allerlei mensen voor om te zeggen, weet je wat je moet doen? Je moet die slachthuizen onder een voortdurende, wat je noemt, een live webcam zetten, zodat iedereen kan meekijken wat daar gebeurt. En zijn er dan misstanden, ja, dan worden die dan ook meteen vastgelegd. Ja, geen slecht idee misschien, maar we moeten wel oppassen met dat soort beelden. Ook al zullen dat ongetwijfeld incidenten zijn. En misschien hebben zulke mensen staan filmen dagen aan een stuk. En dan opeens hebben ze dat eruit gevist. Zo gaat dat ook met oorlogsverslaggeving over de menselijke tragedie. Dat er dan net dat stukje uit wordt gevist wat tot de verbeelding aanspreekt. Ja, een ander geval waarvan we ons ook bijzonder verwonderden is dat er, we hebben het er even eerder over gehad, dat de meneer, die wilde zijn kinderen bijbrengen hoe dat allemaal toegaat in de voedselindustrie. En die had een kuikentje gekocht en dat kuikentje dat ging hij dan samen met zijn kind grootbrengen. En dan zouden ze het gezamenlijk slachten. Nou, we hebben dat verhaal gelezen in de krant en daar is eigenlijk niet zoveel van terechtgekomen. Want ja, dat kind en die vader, die kwamen op het punt toen het dier slachtrijp was, die kip slachtrijp was, dat ze het niet aandurfden. Ze durfden het zelf niet aan en dat kan men ook wel heel goed begrijpen. Maar wat deden ze? Ze gingen naar een boer, ja, een boer, die kippenboer, die natuurlijk meer slachtte en die heeft die kip voor hen geslacht. En daar staat er zo mooi bij in de krant dat die kip eerst werd verdoofd. We vragen ons af hoe die boer dat heeft gedaan, misschien met een tik hout op de kop van die kip en zegt, nou, dan ben je verdoofd. En dat, toen hebben ze gezamenlijk met die boer die kip gedood. Dat kind dat heeft dat allemaal niet gezien. Daar kon dat bloed niet vloeien. We kunnen dat ook wel begrijpen. Want die hadden een band gekregen natuurlijk met dat dier. Dan ga je dat niet meer. Kijk, als je één kip pakt uit 10.000 kippen en je gaat die slachten, dan heb je daar natuurlijk verder geen band mee. Dus dat is uiteindelijk zo afgelopen. Kip werd verdoofd en werd hij geslacht en dan zag je dat fotootje in de krant. Die man had dan ook nog een netje om zijn hoofd gedaan en dat kind ook en een paar van die handschoentjes aan. Ja jongens, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig, zou je kunnen zeggen. En dan de commotie in Nederland over de potvis die we wilden redden, maar dat ging uiteindelijk ook niet. Ja, die woedende beelden of die verschrikkelijke beelden uit het slachthuis, je zou kunnen zeggen, die spelen natuurlijk wakker dier en varkens in nood en de vegetariërs sterk in de kaart. Want je kan je voorstellen, als je natuurlijk dat gezien hebt en moeder de vrouw die brengt dan net die andere dag een varkenskoteletje op je bord, dat je denkt, dat spreekt me toch niet meer aan. Dus laten we zeggen, degene die tegen het vlees eten zijn,
die zouden in feite blij moeten zijn met dat schrijnende beeld uit het slachthuis waarbij dat varken min of meer levend in het kokende water werd gedompeld. Hoe schijn het ook is, maar zulke beelden die zijn natuurlijk koren op de molen van degenen die heel de dierenindustrie, laten we zeggen, de dierenhouderij in Nederland een kwaad hart toedragen, want dat helpt alleen maar om de vleesconsumptie naar beneden te brengen. Ja, daar sta je dan altijd bij stil. En ja, wat we dan nog tot slot even willen melden, want dat is dan toch ook wel interessant. Er zijn hier bij ons in de buurt krantenberichten verschenen waarin werd gemeld dat er bij een schapenhouder een aantal schapen uit de wei zijn gestolen. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, maar misschien wel vier keer. En die schapen lopen dan natuurlijk op een afgelegen stuk land, wat over het algemeen zo is, waar die schapen de dijken kaal vreten. En die man kwam tot de conclusie dat de schapen waren verdwenen. Weg! Hij was ten einde raad, maar ja, hoe hou je dat in de gaten in een afgelegen gebied? Je kunt daar moeilijk een camera opzetten of wat dan ook. Dus. En dan vroeg men zich af in de krant, en dat vonden we toch een vrij naïeve constatering. Ja, wie zou nou die schapen hebben gestolen? Wie zou daar nou belang bij hebben? Ja, wie zou daar belang bij hebben? Ze hebben ze waarschijnlijk geslacht, want verkopen doe je dat niet. Ze hebben ze geslacht en ze hebben dat vlees gebruikt en verkocht. En ja, dat zal het zijn. En dan kun je natuurlijk 1 en 1 is 2 zeggen. Wie zou dat nou gedaan hebben? Wij denken dat het mensen zijn die over het algemeen veel schapen eten. Maar dat is een voorbarige conclusie misschien, want dat is niet met feiten te staven. Maar het is in ieder geval wel een feit dat er dan toch nog wel... We vinden het eigenlijk best wel een wonder hoor, dat er niet meer schapen worden gestolen op die zin, want als die schapen lopen eigenlijk over het algemeen allemaal heel eenzaam en ver weg van de bewoonde wereld. Dus ja, je zou zeggen, ja, boer let op je kippen of boer let op je schapen, want het is gebeurd en je houdt het, ja, je kunt dan natuurlijk wel proberen te controleren. Ze hebben dat ooit eens een keer met een groep boeren gedaan ergens in Dinteloord en toen was een onschuldige bijenhouder die zijn bijenkasten ergens ging zetten, werd de dupe, want men dacht, hé, hij reed met een karretje, met een auto, met een karretje erachter. Dus ik dacht, potverdomme, kijk, die gaan natuurlijk die schapen stelen op de dijk. En al die boeren werden gealert, want dat kan toen nog niet, maar nu zou het heel goed kunnen met zo'n app. En dan springen al die mannen in de auto en sloten die onschuldige bijenhouder in. Maar ja, het was wel een goed voorbeeld en een goed idee hoe je op een zeker moment jezelf kunt beschermen tegen deze onverlaten. Ja, mannen en vrouwen, dat was het voor vandaag. Het wordt, het wordt goed heet en ik wilde eigenlijk nog afsluiten met een positief geheel. Kijk, vandaag stond er dit in de krant. Beemster Kaas is trots op haar boeren. Bedankt voor 10 jaar, wat staat er, Caring Dairy. En die hebben speciale kaas en hieronder zie je dan al die namen van die boeren die het mogelijk hebben gemaakt om Beemster Kaas in de markt te zetten. Kijk, daar willen we mee afsluiten. Dat is dan toch wel weer een positief verhaal. Zoals dat toch ook wel weer tot vreugde stemt. Want die advertentie die stond op de achterpagina van de Telegraaf. En dat wil toch wat zeggen. Dan lezen zeer veel mensen lezen dit verhaal. Mannen en vrouwen, ja, het gaat niet regenen. En we kunnen er toch niks aan doen. Dus we zouden zeggen, geniet van de zon. En ja... Denk maar zo, aan alles komt een einde. Maar als dit nou niet al te snel is, dan kun je toch nog een beetje profiteren van die lekkere warme zon in dat zogenaamde koele Nederland. Houdoe en tot volgende week.